De Deltaloid kernploeg heeft deze week goede zaken gedaan in Medemblik. Tijdens de Deltaloid regatta zijn er in totaal 5 medailles gepakt. En vooral de Friezen waren oppermachtig, want zowel Pieter-Jan Posma als Marit Bouwmeester legden beslag op het goud. Voor Vincent Posma is het zijn allereerste overwinning ooit van de Deltaloid regatta. Mooi bot, mooi bot. Deze stond al een hele tijd op mijn lijstje. Vorig jaar tweede, jaar daarvoor tweede, deze keer bam. Echt de vol bovenop. Ik had hem net in de tang. De nummer 2, de Australiër. En voelt goed. Voor Marit Bouwmeester voelde de Deltaloid regatta ook goed. Ondanks dat ze hem al vaker heeft gewonnen, blijft het voor haar een speciaal evenement. Medemblik ligt me altijd wel. Iedereen zegt al thuiswater, zo voelt het niet helemaal omdat we zoveel in het buitenland zitten. Maar ja, ik heb vroeger natuurlijk wel stiekem heel veel uren hier gemaakt. En ik kom altijd wel goed uit de voeten hier. Niet alle meiden waren er, maar wel de meiden die eigenlijk altijd goed waren met harde wind, die waren er allemaal wel. Dus het was echt een goede meetpunt voor mij. Dan is het echt fantastisch dat ik daar uiteindelijk boven kan blijven staan. Dat scenario gold deze week helaas niet voor RSX windsurfer Kieren Badloe en laserzeiler Rutger Verschaarneburg. Beide heren lopen op een haar na het goud mis. Beide hard. Ik heb een goede race gevaren. Helaas had ik het zelf niet in de hand. Ik moest 3 plekken tussen mij en de concurrent hebben. En ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Maar helaas ga ik met zilver naar huis. Laserzeiler van Schaneburg had voorafgaand aan de medal race nog zicht op goud. Maar dat liep anders. Ik ging slecht van start. Ik bleef wel goed zeilen. Daar kwam ik steeds wel dichterbij. Tot op laatste downwind dat ik nog eigenlijk net even ervoor kwam te liggen. Maar toen ook even wat slechte beslissingen gemaakt. Waardoor ik mijn plek niet heb veiliggesteld. Dus vandaag is het een beetje jammer. Maar de totaal van het evenement ben ik heel blij mee. RSX-winzus Lilian de Geus moet na afloop van de Deltaloid regatta genoegen nemen met het brons. Maar ook met dit resultaat is de Geus hartstikke blij. Deze is wel speciaal, want ik ben 2 jaar achter elkaar vierde geworden tijdens de Deltaloid regatta. En dat is gewoon frustrerend. En nu pak je dan toch die medaille op de Deltaloid regatta. Meestal kijken we niet extreem naar het resultaat, maar meer hoe de races zijn verlopen. Maar ik heb zeker goede races ertussen gehad. En we hebben wat materiaal kunnen testen. Het was gewoon een goed evenement. Tot slot aandacht voor de uitzonderlijke prestatie van de Nederlanders in de 49er FX-klasse. Want al het eremetaal gaat hier naar 3 Nederlandse teams. Toch is geen van de teams onderdeel van de Deltaloid kernploeg. Na het mislopen van de nationale selectie op Palma de Mallorca varen Annemiek Bekkering en Annette Duits nu in de Deltaloid talentploeg. Desondanks leggen zij in Medemblik beslag op het goud. Sinds Palma zijn we even allebei even wat tijd voor onszelf genomen om even goed erover na te kunnen denken en te kunnen verwerken, want dat had gewoon heel veel impact. En daarna hadden we besloten om weer verder te gaan met z'n tweeën. En dat zijn een beetje plantjes voor gaan maken. En dit was het eerste evenement om gewoon in ieder geval weer lekker in de boot te zitten en te kunnen varen en weer te genieten van het zeilen. En dat het dan zo goed gaat, ja, maakt het extra leuk. En we hebben er zeker ook heel erg van genoten. En met zo'n overwinning sluit dat heel fijn af.